De verdeling van subsidie aan de zogenaamde subsidietafels in Schiedam zorgde het afgelopen jaar voor onrust. Onder andere de scouting dreigde de subsidie kwijt te raken. Het systeem van thematafels is niet in Schiedam bedacht, maar kwam voort uit een zoektocht naar een nieuwe methode om de subsidie te verdelen in het sociale domein. Dus toen zijn we eigenlijk in de landen gaan zoeken, zijn er betere manieren om dit vorm te geven? En het meest aansprekende was eigenlijk Breda, die vooral ook de partners zelf aan zetten eigenlijk. En dat is juist het mooie wat wij eraan vonden. Maar daar denkt de scouting anders over. Voor hen was dit een enorme, ingewikkelde en tijdrovende klus waar een kleine vrijwilligersorganisatie niet op zit te wachten. En daarnaast moest de scouting aan tafel met professionele zorgorganisaties, tot verbazing van de bestuursleden van de scouting. En inmiddels speelden er ook in Breda problemen met de scoutingvereniging en de thematafels. En die berichten bereikten ook de gemeente Schiedam. Maar volgens Patricia van Aken zijn die problemen niet te vergelijken. Wij hadden niet dezelfde problematiek als in Breda. Daar zijn we wel uit. Dus dat was het niet. Bij ons is het meer, hoe zorg je nou ervoor dat als je de subsidieaanvragen weegt, waar kijk je dan naar? Wat voor criteria? Hoe is die verhouding nou tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties? Hoe beoordeel je die nou en kan dat ook op die manier zoals je het nu opgezet hebt? Dat is voor ons het vraagstuk waar wij denken van ja, is onze wegingscriteria dan genoeg? Zit er genoeg maatwerk in? Juist ook voor die vrijwilligersorganisaties die eigenlijk nou ja, ook veel meer doen dan ze eigenlijk aanvragen. Ja, en daar zit iets wezenlijks waar je echt naar moet gaan kijken. En dat willen we ook in de evaluatie meenemen. Is dat iets voor het volgend college? Om dat goed neer te zetten of is het nu op orde al? Nee, het is al niet op orde. Wij moeten de evaluatie nog doen. We hebben al een externe partner gevonden die het met ons op wil pakken. En dat betekent iedereen bevragen die hier tegenaan is gelopen. De vrijwilligersorganisaties die terecht zeggen van ja, ik besteed heel veel tijd aan die tafels. Waar het voor een professional eigenlijk business as usual is, om het zomaar te zeggen. Dus daar moet je ook een soort balans in zien te vinden. En heb je dan nog ook voor maatwerk? Nou ja, dat zijn allemaal belangrijke vraagstukken die in de evaluatie komen. En als de evaluatie klaar is, ja, dan is het inderdaad aan de volgende college en de volgende raad om daar goed naar te kijken hoe ze daarmee verder willen gaan.